een beetje een dubbele dag. Ik ga vandaag op zich nog wel wat leuke dingen doen. Ik ga voor de kerstswap video verder filmen. En even alvast voor de kerst wat inkopen doen. Aan de andere kant is het voor ons als familie ook een hele trieste dag eigenlijk. Dus dat zal een beetje door elkaar heen lopen. Ik ga niet meer zeggen het wordt een korte vlog, want ik met renderen iedere keer hoor ik mezelf dat zeggen. En dan is het gewoon een video van dik 10 minuten. Dus blijkbaar zijn korte video's niet zo mijn ding. Ik heb er nu echt eentje van afgelopen maandag. Die afgelopen maandag online kwam. En voor de rest zijn het allemaal wel gewoon goede lengtes. Dus ik ga ervan uit dat dat vandaag ook weer zo is. Ik ga eerst maar eens even opstarten met een bakje koffie. En wat te eten. En dan gaan we eens aan deze dag beginnen. Ik ben aangekleed en wel. Ik ga nu even mijn jas ophalen bij mijn ouders. Die ligt er nog. Mijn moeder had hem gewassen. Want van de week in Garderen bij die kerstmarkt was die echt super goor geworden. Want het was allemaal drassig en modderig daar. Dus die ga ik daar even ophalen. En dan ga ik even naar de Hema en naar de Action sowieso. En verder kijk ik nog wel even. Dat doe ik voor de kerstswap video. Dus daar ga ik even voor filmen. Dus dan vlog ik even niet. Dan zien jullie mij daarna weer. Zo. Ik ben weer thuis. Deel 2 van de video is opgenomen. En dan straks de boel inpakken en versturen. Dat wordt deel 3 van de video. Maar eerst even opwarmen, want jeetje mensen, wat is het koud. Oh, niet normaal. Dus bakje koffie. En eventjes lekker opwarmen. Pff, maar ziet er ook verwaaid uit. Oh, het is echt zo koud buiten. Maar wel lekker. Dus, nou, even opwarmen. Zo, inmiddels het restant van de video opgenomen. Ik ga straks de doos weer even naar het PostNL punt brengen. En dan kan die naar de volgende. Verder ga ik nog even afwassen. Hier in huis even wat dingetjes opruimen. En even wat berichten afwachten. En dan gaan we het zien. Het is volgens mij nog, het is pas 11:45. Ik heb het idee dat het al 4 uur is of zo. Maar dat valt gelukkig reuze mee. Dus tot zometeen. Zo, goedenavond. Het is echt al uren en uren later. Zoals je ook al aan me kan zien waarschijnlijk. Ik had daar niet zo heel veel behoefte aan. Een hoop gebeurt vandaag. Ja, daar laat ik het bij. Maar ik heb ook wel echt nog wel leuke dingen gedaan. En een van die dingen is een servies gekocht. Ik was, zoals ik volgens mij jullie al verteld had, aan het sparen voor het Albert Heijn servies. En dan met name de limited edition spullen. En die heb ik vandaag voor een gedeelte al gehaald. Ik heb 6 dinerborden gehaald. Ik laat ze nog een keertje uit de verpakking zien hoor. Maar ik weet nu even niet zo goed waar ik ze dan laten moet. Die ik heel leuk vind. En ik heb 6... ontbijtbordjes gekocht. En dan moet ik nog de bakjes die erbij horen. De schaaltjes. Daar wil ik er ook nog 6 van. Maar daar had ik nog niet genoeg zegeltjes voor. Dus daar moet ik even mee doorsparen. Maar met dit kreeg ik natuurlijk ook alweer allerlei zegels erbij. Dus ik heb alweer genoeg, bijna genoeg om die schaaltjes ook te kopen. Dus dat vind ik wel echt heel leuk. Dus dan kan ik van de week even samen met mijn moeder het oude servies een beetje omruilen voor het nieuwe.
En dan kijken wat ik met die oude ga doen. Dus ja, ook wel weer erg leuk. Nu ga ik nog heel even wat dingen voor mezelf doen. En dan kom ik straks bij jullie terug met de adventkalenders. Want die moeten we ook nog openmaken vandaag. Maar goed, het is pas 7:50. Dus we hebben nog de hele avond de tijd. Zo. We gaan de adventkalenders uitpakken, jongens. En dat is tevens ook het laatste wat ik ga doen vandaag. Tenminste, in ieder geval voor de vlog. Ik ben een beetje klaar met vandaag. Oh ja, dan zou ik eerst opzoeken. Dat vergeet ik altijd te doen als ik met die van de Action begin. Weet ik nooit welk nummer het is. Dus moet ik altijd even in die van niks pieken welke ik moet openmaken. De 19e. Oh, die zit hier. De 19e. Oeh, weer een nagellakje. Nou, Petra, jij was het toch die dat vroeg? Zo gaat het wel hard met die collectie van mij. Een mooi zilver nagellakje. Superleuk. De 19e. Die twee kalenders gaan nou opschieten, jongens. Oh, is weer zo schattig doosje. Oh, geweldig. Dat is ook een oogschaduw. Sweet Tooth. Maar oh, deze kleur vind ik mooi, zeg. Ja, ik hou ongelooflijk van glimmers. Mensen zeggen altijd wel van, ja, je moet je ogen opmaken met mat en vooral mat en een beetje shine. Nou, doe mij maar gewoon full shine, want daar hou ik van. Kijk, zo mooi. Zo. En dan de laatste. En dat wordt de 12e. Want het is 12 december vandaag. Die zit hier. Nee, een potloodje. Oh, maar dat is een potloodje die aan verstoppertje doet. Oeh. Ah. Zo, hè. Het is ook echt een mini potloodje. Wat schattig. Kijk, het is net of de helft al opgeslepen is. Het is een oogpotloodje. Maar is het nou grijs of is het nou zwart? Oh, het is wel zwart. Het lijkt. Oh, maar dat komt door het cellofaantje wat eromheen zit. Een zwart oogpotloodje. En deze is wel handig om mee te nemen op reis, want die is niet zo groot. Nou. Weer verwend. Ja, jongens. En dan ga ik nu echt de vlog afsluiten al. Ook al is het nog niet zo laat. Maar ik heb een heftige dag achter de rug. En ja, ik ben er gewoon even klaar mee. Ik ga ook niet te laat naar bed. Morgen en overmorgen werken. En dan heb ik lekker vakantie. Daar heb ik heel veel zin in. Gaan we hele leuke dingen doen. Er komen nog genoeg gezellige vlogs aan. Maar die van vandaag was dat gewoon eventjes niet. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Of gewoon omdat ik het leuk vind. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Het is gratis en ik zou het super leuk vinden als je erbij komt. Fijne dag of fijne nacht. En dan zien we elkaar morgen weer. Tot morgen.